Goedemorgen, we zitten hier naast Erik Scherder en die zojuist zijn presentatie over het brein heeft gegeven. En we mogen hem nog wat vragen stellen. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Nou, hoe ging het vandaag? Hartstikke leuk. Enthousiaste mensen die ook echt wel mee wilden doen. Dat is natuurlijk altijd leuk als je ervoor staat. Dat je niet het idee hebt dat je in je eentje staat, maar dat je het een beetje met elkaar doet. En dus het onderwerp is ook heel geschikt voor. Omdat het ging over de technologie in het onderwijs onder andere. Hè. Dus hoeveel technologie moet je nou inbouwen? Is dat nou allemaal een goed idee? Of moeten we een beetje kritisch naar kijken? Ja, dat vroeg ik me af. Hè. Maakt technologie ons nou dommer? Laat ik zeggen, ik heb de nuance laten zien. Dat met name dat videogamen bijvoorbeeld zijn veel studies naar gedaan. Nou, dat heeft echt wel een positief effect als je het niet al te lang doet. En dat je dan ook wel, als je het heel lang doet, dat je dan bijvoorbeeld een negatief effect ziet op het gedrag van die kinderen. Ze zitten natuurlijk veel meer dan anders. Dus dat vind ik echt op zich jammer. En er wordt ook wel even gesproken over digital dementia. Mm-hmm. Dat is een soort idee over als je nou helemaal digitaliseert en je hoeft helemaal niet meer na te denken. Heb je dan niet een wat hoog risico op dementie? Het is een vorm van theorie die erachter hangt. Maar de bottom line is wel, blijf moeite doen. En dat is een beetje de vraag die we elkaar moeten stellen. Helpt de technologie ons zodanig dat het steeds makkelijker wordt? Dan is het vanuit het brein gezien echt geen goed idee. Maar als het ons uitdaagt, zoals met die games, mm-hmm. elke keer een nieuw level, niks mis mee. Wow. En waar wilt u nou graag dat mensen vandaag mee weglopen met wat u heeft verteld? Ja, ik hoop heel erg dat ik de boodschappen kunnen doorgeven over dat moeite doen. Voor je kinderen, voor jezelf. Dat geldt over de hele lifespan heen. Maar wel in de eerste 30 levensjaren bouw je eigenlijk je reserve op als je het goed doet. Nou, daar kijken we dus nu kritisch naar. Is het zo dat die kinderen en de hele dag zitten en niet meer met muziek aan de gang gaan en te weinig bewegen? Dat is een ontzettende verarming van die kids. Mm-hmm. Terwijl er in de plaats daarvan dus al die technologie komt. Nogmaals, ik heb laten zien dat het ook heel veel voordelen kent. Maar dat we ontzettend moeten oppassen dat we niet enorm intrappen in die valkuil. En alleen nog maar denken, lekker makkelijk. Hoe is je dag geweest? Lekkere dag gehad. Denk je, ja, lekkere dag gehad. Een dag met moeite doen. Ja. Dat is waar we eigenlijk op uit zijn. Precies, dus er moet een balans komen. Er moet zeker een balans komen. Met elke keer in je gedachten houden, wordt het kind uitgedaagd. Ja. Gaat het moeite doen. Dat is essentieel. Oké. Okay. Dus er is nog een taak voor de onderwijs, voor de makers, om zulke materialen te creëren, lijkt mij. Exact, want kijk, voor die makers is het natuurlijk een en al uitdaging. Maar voor de gebruiker, en daar gaat het over, wil ik aan de makers vragen, kunt u het wel zo doen dat de gebruiker denkt, oh joh, dit is echt nog wel lastig, hè? Want als het makkelijker wordt, nou, dan is dat is mijn verhaal. Mm-hmm. Jongens, nee, waarom is ons muziekonderwijs gebleven? Gewoon samen musiceren in de klas, zingen in de klas. Ik ben ambassadeur voor meer muziek in de klas. Ik ben ook ambassadeur van JOK. JOK is jeugd op met een gezonde toekomst. Mm-hmm. Omdat die kids de hele dag zitten. Precies. Ja, wat is uw... Bewegend leren is nu echt een hot topic in het onderwijs. En wat is uw visie daarop? Bewegend leren vind ik geweldig. En ik heb ook laten zien, en we hebben het ook even gedaan in de zaal, dat we na een half uur even zijn gaan squatten. Squatten? Squatten. Waarom? Omdat als die kinderen zitten de hele dag, dus je kunt bewegend leren, prachtig, maar dat zal niet elke les zijn. Zeker niet. En dan zitten die kinderen toch nog de hele dag. Ze zitten op de BSO en ze zitten thuis te gamen. Mm-hmm. Nee, daar willen we vanaf. Bewegen moet een normaal onderdeel worden van de dag. En wat zijn nou kleine tips die een leerkracht al zou kunnen doen, nu in de klas, morgen al bij wijze van? Na een half uurtje zitten, 3 minuutjes bewegen met die kids. Gewoon door die klaslokalen heen. En dan ondertussen kun je ook nog zeggen, hey, 3x7, 4x8, hè? Kan ook nog. Geen verloren tijd. En daarna zijn die kinderen rustiger. Ja, dat zegt iets belangrijks, want leerkrachten beschouwen dat waarschijnlijk als verloren tijd. Ja, of nog weer wat erbij. Nee, u krijgt er iets voor terug. Namelijk dat die kids, die hebben helemaal geen zin om de hele dag te zitten. Die willen ook graag bewegen. Nou, als je de permissie geeft om dat te doen, dan zie je dat die aandacht en concentratie juist toeneemt daarna. Dus je krijgt geen rommelige klas. Je krijgt een klas die juist weer rustig is. Ja. Meer aandacht. Dat is toch precies wat je wil? Eigenlijk wel, ja, zeker. En bijvoorbeeld staan, zal dat al helpen? Ja, staan is op zich wat beter dan zitten. Maar de laatste studies zeggen wel, sit, stand and walk. Aha. Dus je moet ook iets van activiteit doen. Vandaar die squat. Ik doe het op de VU ook nu. Mm-hmm. Dus vanaf het begin van september van het academisch jaar ben ik na een half uur ben ik met ze gaan squatten. Het mooie daarvan is namelijk dat die tafeltjes
die kunnen gewoon blijven waar ze zijn. Klopt. En de laptops, ik heb 400 studenten voor mijn neus. 400 laptops. Wat doen we ermee? Moet die af en toe grond op? Nou, ik dacht, het wordt een puin zo. Dus ja. Ik ben in augustus daar gaan kijken in die collegezaal, maar nog niemand. En toen heb ik gedacht, nee, dat wordt niks. En als ik nou tot die tafel zit gestaan, en wat bleek? Dat was precies de score. Begrijp je wel? Ja. En toen dacht ik, ja, handen in elkaar vouwen, jongens, ja. En dan kijk ik achter me, waar zijn we mee bezig? Nou, stel voor fronto parietale netwerk, hè? En dan gaan we schrijven in de lucht, fronto, R, F, R, O, alles in het Engels. En dat is ongeveer 3 minuten. En daarna gaan ze weer zitten. Zitten en dan kunnen ze er weer tegenaan. Oh, top. Ik heb drietal stellingen waar ik graag een reactie op wil. En keuzes eigenlijk. Keuzes, ja. En de eerste is gelijk, denk ik, de moeilijkste. Meer bewegen of meer muziek in de klas? Ja, die keuze ga ik niet maken, nee. Nee, hè? Nee, ik ga er altijd een beetje met een gestrekt been in. Alle twee. Oké. Nou. Keuze tussen geen van twee of alle twee tegelijk. Ja. In de zin van ook alle twee in het curriculum. Antwoord is helemaal helder. Alle twee in het curriculum. Want, mag ik nog even toelichten? Ja, zeker. Kijk, laten we even kritisch zijn. Rekenen en taal. En vraag je aan u terug nu, hè? Want het is natuurlijk nooit alleen maar één richtingsverkeer, nee. Begrijp je? Nee, dan? Helemaal goed. Vraag je terug. Ja. Hoe is het met rekenen en taal gegaan de afgelopen jaren? In Nederland. Is dat in Nederland is het naar beneden gegaan. Het is naar beneden gegaan. Wat is nou met het onderwijs gebeurd de afgelopen jaren? Qua verrijking is muziek en bewegen in het curriculum gekomen? Of is het eruit gehaald uit het curriculum? Ja, eruit gehaald. Je wordt eruit beoordeeld op je cijfers. Juist. Dus er is een verarming ontstaan. Er is al ingezet op rekenen en taal. En toch is het zo gegaan. Ja. Nou, toen wij dat programma kregen, curriculum.nu, dat kent u vast, heb ik nog de keynote gedaan. En tegen de winstlieden destijds gezegd, denk eraan, als je muziek terug gaat in de klas, als je bewegen terug gaat in de klas, heb je precies dezelfde activiteit van die netwerken die ook een rol spelen bij rekenen en taal. Ja. En een zenuwcel wordt het liefst steeds iets anders aangestuurd. Niet steeds hetzelfde. Doe het nou. Wat hebben ze gedaan? Nou, u? Ja, dat is rekenen, niet. Nee. Is muziek en bewegen? Nee. Dus? Het is taal, rekenen en digitale geletterdheid. Ja. Mijn oproep aan de minister nu is, doe het. Doe het. Ja. U bent jong en u bent nieuw. Doe het uit oogpunt van rekenen en taal. Snap je? Ja. Want dat zijn diezelfde overlappende netwerken. Ja, nou. Dat moet mijn antwoord zijn. Anders dus dan eigenlijk bewegend leren met muziek en dan exact. De tafels oefenen. Perfect. Ja. En taal oefenen. Maar vooral denken, nee, niet denken alleen maar hetzelfde doen, maar juist de verrijkte omgeving, heb ik ook vandaag uitgelegd, is essentieel daarvoor. Nou, heel mooi. Eentje over bewegen dan. U moet kiezen, teamsport of een denksport voor de hersenen dan, hè, vanuit de hersenen gedacht. Ja, nou, je weet het antwoord wel, hè. Teamsport is en denksport graag. Ook allebei. Ja, natuurlijk. Kijk, schaken is natuurlijk fantastisch. Dammen. Hè? Ja. Dammen is niet oudbollig. Dammen is ook fantastisch. Is zelfs nog iets toegankelijker, omdat je iedereen kan schuiven. Ja. Maar wel meteen spannend. Nadenken. Die netwerken, geweldig actief. Als je die studie ziet erover, begin je meteen vandaan met dammen of schaken. Hè? Nou, en dat geldt natuurlijk voor de teamsport. Sociale cognitie. Empathie. Het feit dat wij elkaar aankijken en denken, dat is een goede vent tegenover mij. Ja. Ja. Dat denk ik, hè. Dat doe je omdat je in een team werkt met elkaar. En dat moet je mee opgroeien. En, dat hebben we nog niet genoemd, maar denk vooral nou eens aan de wijken waar de kinderen het moeilijk hebben. Kijk, u en ik weten het wel. Ja. Maar er zijn heel veel kinderen die wonen in wijken waar het niet zomaar makkelijk is. Die niet morgen wakker worden met, haha, wat een leven heb ik. Die hebben alleen maar zorgen. Ja. En daarom is ook onze oproep aan de overheid. Help nou mee. En is het dan ook zo dat die kinderen eigenlijk, nou, een volgende kwestie, is het dan belangrijk dat die kinderen na schooltijd sporten of extra bijles krijgen? Nou ja, taal en rekenen. Beide is het ook weer beide. Ja, ja. Omdat beide betekent verrijking. Ja. Als je het alleen het ene doet, wat nu geloof ik het plan wordt om extra rekenen en taal te doen, prachtig. Maar laten we vooral niet vergeten dat die kids ook hun neurale netwerken heel goed worden geactiveerd als je en beweegt met muziek erbij. En dat is niet alsmaar meer, hè? Want als je de muziekleerkracht in school haalt, kunnen de andere leerkrachten weer even hun andere dingen doen. Hè? Nou, ik zat gisteravond hier in mijn hotelkamer, Arjen Lubach aan. Er was een heel item over, nu is het afgelopen met telefoons in de klas. Ja. En nu is mijn vraag, bent u het daarmee eens? Nee, ik had een goed idee. Ja of nee? Ik denk dat het een goed idee is. Ik heb vandaag laten zien
dat gaming, daar heb ik positieve studies over. Ja. Ook een klein beetje iets negatiefs over het gedrag. Maar multimedia, dus maar van alles tegelijkertijd rommelen, dat gaat toch een beetje ten koste van de aandachtscapaciteit. En dat is heel jammer. Dus Lubach zei, doe die telefoons in de kluisjes aan het begin van de dag en na zijn het eind van de dag weer uit. Ik ondersteun dat. En sterker nog, ik heb ook vandaag een pleidooi gehouden voor de schrijfblokken terug in de klas. Schrijven, veel beter dan typen. Dus eigenlijk zegt tegen die studenten ook, laptop dicht, schrijfblok erbij. Dat zou ik het allerliefst hebben. Ja. Dat zijn nu eerst bezig met die squat. Ja. Dus er is al stap 1. Hè. Dat is al moeilijk genoeg. Maar de tweede stap zou inderdaad zijn, echt serieus bedoeld, weg met die dingen. Want wie zegt dat zij alleen maar zitten te typen op wat ik vertel? Netflix bedoelt u? Oh. Ja, oh, daar zit ook wel eens, daar zit een film te kijken en dan krijg ik een klacht van anderen. Ze zegt, meneer Scherder, wilt u wat zeggen? Want ik ben afgeleid, ik zit toch met die film mee te kijken. Ja, snap ik. Ja, dat snap ik. Maar waar zijn we mee bezig, zeg? Ja. Schrijven, notities maken, top. Nou, dank u wel. Wat fijn dat u er vandaag was en zoveel leerkrachten hier heeft geïnspireerd. En wij gaan hier nog kijken of er nog meer bewegend leren op de NOT is. Mooi zo.